beste en lieve luisteraars. U luistert nu naar het programma Aandeelhouderschap, verzorgd door Hanna Belliot. Dankjewel, Iwan. Hartstikke bedankt. Het is het programma inderdaad Aandeelhouderschap. En ik denk dat ik de luisteraars vanavond op een behoorlijke manier wil informeren over een aantal kwesties. Ik groet u hierbij ook. En ik groet nogmaals Iwan Botse. Luisteraars, ik heb een beetje een druk programma vanavond. Ik heb toch moeten selecteren. Het programma ziet er als volgt uit. Ik begin met wat actualiteiten. Een tweetal actualiteiten. En daarna ga ik wat dieper in wat programmaonderdelen. En een van de belangrijke onderdelen van het eerste uur betreft wat ik dan noem, met mij velen, windalarm heet dat. Windalarm slaat op de problemen die dreigen te ontstaan voor het stadsdeel Amsterdam Zuidoost, omdat de gemeente Amsterdam op dit moment aan het voorbereiden is een voordracht wat in mei moet worden goedgekeurd door de raad, waar men windmolens wil gaan plaatsen in Amsterdam Zuidoost. En daar ben ik zeer gebelgd over en ik heb er behoorlijk de pest in. Maar zo gelijk kom ik uitgebreid daarop terug. In dat kader, even nog een toevoeging, heb ik in het tweede uur om 8:45, even goed kijken, om 8:45, heb ik een gast die heet Frits Strik. En die is topambtenaar geweest in Amsterdam Zuidoost. En hij gaat met mij samen kijken hoe mogelijk voorkomen kan worden dat die windmolens hier worden geplaatst. Ik heb ook in het tweede uur, eigenlijk had ik het graag naar het eerste uur geplaatst. Dit over alarm en windalarm en windmolens. Maar de heer Strik die kon niet op dit tijdstip, dus tussen 7 en 8. Dus ik haal hem aan het eind van het tweede uur om 8:45. En in het tweede uur om 8:00 heb ik ook een gast, een bekende denk ik van u, de heer Ram Kiesloen. En wij gaan het hebben over de grondrechten in Suriname. Of zoals ze het graag noemen, de grondrechten. Maar goed, dat is dan op hoofdlijnen het programma van vanavond. Maar even naar de actualiteiten. U heeft denk ik begrepen dat vandaag in de Tweede Kamer het debat heeft plaatsgevonden rond de notulen die zogenaamd eerst uitgelekt waren en vervolgens heeft dat geleid tot een tweede debat betreffende die problemen met de Belastingdienst. Sarkan, die wilde de motie indienen direct na het debat. Dus wilde voorkomen dat de coalitie, in dit geval de heer Rutte, aan het woord zou komen. En dat zijn gewoon regels in besluitvorming van de politiek. Dat de coalitie, indien daar problemen mee zijn tussen de Tweede Kamer en het kabinet, dat je het kabinet gewoon de kans moet geven om zich te verdedigen. Dus Azarkan, die sprak voor zijn beurt en ik vind het best een beetje vervelend ook. Maar daar is een politiek gebaar van, we willen zogenaamd Rutte niet meer horen, we willen direct motie van wantrouwen indienen. Weet je, daar word ik soms gewoon misselijk van. Al die kleine partijen die dan, die weten hoe het hoort, maar willen opvallen en dan ga je zo naïef doen om de motie van wantrouwen
voordat het kabinet in het eerste termijn heeft geantwoord, om die al aan de orde te stellen. Ja, mag ik heel eventjes, Hanna? Ik hoorde bijvoorbeeld ook iemand anders, Owen Venlo, praten. Owen die zei van, hij kan zich niet voorstellen dat men uitgebreid over notulen gaat praten van de regering of van de ministerraad, omdat ja, tijdens een ministerraadvergadering worden er nou eenmaal zaken besproken die niet openbaar gemaakt worden. En het is niet iets van het parlement. Het is iets van de ministers bij elkaar. Kijk, daarom worden de notulen geheim gehouden 20 jaar tot en met 25 jaar, afhankelijk van de kwetsbaarheid van de informatie. Dus als de heer Venlo dat meldt, uiteraard wordt in het college van Amsterdam, maar ook in kabinetsvergaderingen, over kwesties gesproken die eigenlijk, ja, vallen onder een hoogste vorm van vertrouwen, van vertrouwelijkheid. Want je kunt niet alles in de openbaarheid aan de orde stellen. Dat is een menselijke maat. Om ook te voorkomen dat kwetsbare informatie vroegtijdig of juist tegen de ontwikkelingen in een land of ontwikkelingen in een stad, als het gaat om het college van Amsterdam bijvoorbeeld, dat het tegen het beleid werkt ten nadele van mensen, laten we dat zo zeggen, ten nadele van de burger. Ik ga dus een stuk mee met Venlo. Dit gebeurt overal. Het is niets nieuws. We hebben de kruisiging gehad van Rutte op de vrijdag, 2 weken geleden of 3 weken geleden inmiddels. En Rutte heeft daar 100 miljoen keer zijn verontschuldigingen aangeboden, omdat hij dan zou hebben gelogen. Maar wat vraagt dan de oppositie? De oppositie, ja, we willen het zien op papier wat besloten is. Nou, dan heb je een wet openbaar bestuur, dat is een WOP. En die, indien dat goedgekeurd wordt, dan hoor je de notulen openbaar te maken. Ja, je kan je voorstellen, je bent partijgenoten en je zit in één politiek schip, in dit geval het CDA, dat Wopke Hoekstra om zich belt en zegt van, hé, joh, kijk, je hebt uiteraard een punt en zo, maar je hoeft toch de coalitie niet zo aan te vallen. Wij zijn CDA'ers. Houd een beetje rustig, houd een beetje rationeel. En dat verhaal is nu in die notulen uitgelekt dat Wopstra wilde voorkomen dat meneer Omtzigt feller werd in de aanvallen van de coalitie. En dat is heel menselijk. Zo wordt dat spel gespeeld. Zo is dat politieke spel, zo zit dat in elkaar. Ik heb ook, toen ik wethouder was in Amsterdam, in het weekend kreeg je ook telefoontjes van jouw raadsleden. En die zeggen van, hoe zit dat? Kun je mij dat nu verduidelijken? Anders moet ik je misschien te veel gaan aanvallen. Maar de notulen van Amsterdam, die zijn ook in vertrouwen. Daar mag je niet uit lekken. Dat is ook voor 10 jaar mag je er niet over praten. Dus het is, aan de ene kant werpt dat een licht op de politieke praktijk, alsof mensen daar allerlei nare dingen geheim willen houden en verdachtmakingen naar de oppositiepartijen, naar de Tweede Kamerleden in de oppositiepartijen. Maar het hoort bij het ambt een beetje. Want kijk, je hebt gevallen waarbij het onomstotelijk is gebleken dat in het kabinet onoorbare kwesties aan orde werden gesteld. Maar dat kom je na weet ik veel hoe lang achter.
En ik zeg niet dat het goed is, maar waar vandaag mee is gespeeld, was gewoon theater, politiek theater. En dat irriteerde mij een beetje, want dat hele verhaal van macht en onmacht. Een beschaafd land, en ik ga ervan uit dat dit land nog steeds een politiek beschaafd land is, hebben wij het dualisme. Vroeger was het een monistische stijl van regeren, waarbij de raadsleden of de Tweede Kamerleden in principe de politieke geleider van hun eigen partij, dat ze die sloten. Dat de gelederen werden gesloten. Dat betekent dat in dit geval het zou kunnen betekenen dat meneer Van Omtzigt, dat hij helemaal nooit en never niente de coalitiepartij waar zijn CDA in zit, zou moeten aanvallen. Maar er is nu een dualisme. Het is nota bene geëxperimenteerd in Amsterdam-Zuidoost in mijn tijd, waarbij men van het standpunt uitging dat Tweede Kamerleden 100% kritiek moeten kunnen hebben op de coalitie, ook al zitten ze wel of niet in de coalitie. Dus Omtzigt heeft gewoon zijn werk gedaan zoals het hoort in een dualistisch regeersysteem, beleidssysteem, bestuurssysteem. En die andere mevrouw van GroenLinks. Dus wat duidelijk was, is dat niet de VVD aangevallen zou worden, want uit de noodtullen blijkt dat niet alleen meneer Rutte een beetje aan het vervelen deed in zijn aanvallen op de Tweede Kamer, dat ze te veel zeuren en dat ze te veel zo. Maar nu blijkt dat ook het CDA, meneer Hoekstra, zijn eigen partijgenoot bekritiseerde. Dus is de volle schijnwerper is vandaag gericht geweest op het CDA in de persoon van de minister van Financiën, namelijk Wopke Hoekstra. Rutte is een beetje uit de hitte gehouden, maar dat wisten we al. Dat kon je zo voorspellen in de afgelopen 2 weken, sinds men eiste vanuit de oppositie dat de noodhulen naar boven gehaald moesten worden en dat kritisch moest worden besproken in de Tweede Kamer. Dus Rutte heeft vandaag eigenlijk een beetje de zaak zitten vol. En neemt u van mij aan, het is een demissionair kabinet. Maar die coalitiepartners, D66, de VVD en het CDA en tot zekere hoogte ook vandaag de ChristenUnie en meneer Zegers, dat die weg met elkaar hebben afgesproken van hoe ver gaan wij. Begrijp je dat spel? Ik hoop dat u dat begrijpt. Vandaag was gewoon een spelletje. En om te voorkomen dat die coalitie meer beschadigd gaat worden en de vorming van een nieuw kabinet nog langer uitgesteld zou worden, is de coalitie de gelederen gesloten. En of zij dat fijn vinden of niet fijn vinden, hoogstwaarschijnlijk gaat deze coalitie gewoon door. Minus het punt dat er een paar fracties zijn in Nederland, fracties van het CDA, die nu roepen, het CDA moet niet meedoen in de coalitie. Maar in dat geval ik denk niet dat het zo ver komt hoor. Ik denk dat het CDA gewoon continueert in de coalitie. Maar dan heb je nog steeds de mogelijkheid dat er één of twee van de linkse partijen, bijvoorbeeld de PvdA of GroenLinks. Want u heeft ook gemerkt, u heeft het gevolgd, dat de PvdA en GroenLinks het heel matig hebben gehouden. Heel matig hun kritiek. De felle mensen vandaag waren bijvoorbeeld meneer Wilders en meneer Azarkan,
met zijn motie van wantrouwen tegen de regels in het, op het momentum. Dat was het momentum niet. En Wilders, en volgens mij twee kleine linkse partijen nog, die dan de motie zouden gaan ondersteunen. Maar eigenlijk is het de ritualiteit. En wat hoor je dan aan het eind van de rit? Roepen mensen, je moet die grondwet gaan aanpassen. Grondwet artikel 68. Want de Kamer dient volledig geïnformeerd te worden. Dat klopt ook. Dat klopt ook. Want als een Kamer gedeeltelijk of vals wordt geïnformeerd, dan nemen ze ook verkeerde besluiten en beslissingen. Maar dat hoeft niet eens. Er hoeft helemaal geen grondwet aangepast te worden. Weet je waarom? Omdat de Tweede Kamer al de baas is. De Raad is de baas. Zij controleren het kabinet. En in Amsterdam controleert de Raad het bestuur. Dus ja, het aanpassen van zo'n grondwetartikel, ja, dat zou dan ja tegen worden gezegd, maar ook dat is ritualiteit. Want volgens de wet hebben die mensen al die positie om kritisch te zijn. Zij zijn aan het eind van de rit, is de Tweede Kamer de baas. Die hebben het politieke primaat. Die kunnen ministers naar huis sturen. De Tweede Kamer en de Raad, die hebben het politieke primaat in macht. Zij hebben ook het budgetrecht. Zij bepalen de begroting, niet het kabinet. Zij bepalen uiteindelijk welke begroting wordt gemaakt, waar het geld naartoe gaat, hoe de tussenstappen zijn, hoe er wordt geëvalueerd. Natuurlijk met de 600 ambtenaren die dat doen. Die ministers doen dat in het weekend thuis. Daar heb je al die honderden ambtenaren voor. Amsterdam kent zo'n 20.000 ambtenaren. Dat is geen kattenpis over. Misschien nu minder hoor met het nieuw stelsel. Maar dan gaan ze zogenaamd de wet aanpassen. En de sociale advocatuur wordt weer hersteld. Er werd bezuinigd. En het verhaal was ook van ja, die ouders die konden geen advocaat betalen. Het was veel te duur. En advocaten die riepen van wij willen niet voor Pieksnot en zijn broertje werken. Dus we gaan weer sociale advocatuur financieel ondersteunen. En dat is het spel. Zo komen ze dan de oppositie tegemoet. Maar ik vind dit echt tijdverdrijf. Dus gewoon tijdverdrijf. Ga andere dingen doen. Ga ons uit die problemen halen. Laat zo snel mogelijk een formeel kabinet komen. We hebben het al hartstikke moeilijk genoeg met het beheersbaar houden van de gezondheidszorg, met het virus en besmettingen. En sinds gisteren woensdag mag je gewoon in winkels gaan. Dat zal absoluut ook zijn effecten hebben in besmettingsgraad. Aan de andere kant kun je natuurlijk die ondernemers niet langer het slachtoffer laten zijn, want daar zakt ook die hele economie in elkaar. Dus kortweg, waarom ik dit als actualiteit aan de orde stel, ik vond echt vandaag een soort, ik zou bijna zeggen op z'n Hollands, niet met mijn belastinggeld. Want zij betalen dit soort poppenkast, wetende dat het niet gaat werken. En die oppositie weet dat het niet gaat werken. Toch gaan ze die rotzooi uit hun nek laten kraaien. Ja, die arme mensen die weten niet hoe dat werkt, hoe dat systeem werkt. Die zitten dan thuis van, ja, geef hem van katoen, Wilders, geef hem van katoen. Nee, nonsens. Dus ik hoop dat zo snel mogelijk die motie wordt ingediend. En dat we kunnen overgaan tot de orde van de dag. En wat verkeer werken voor dat land, dat moeten ze. Ook die oppositie moet zijn mond nu houden. Je krijgt Rutte niet weg.
Je krijgt hem echt niet weg. De VVD heeft zo dominant gewonnen. Misschien een andere keer, maar in ieder geval niet vanwege deze toeslagaffaire. Hoe pijnlijk ik het ook vind voor de ouders en hoe pijnlijk ik het ook vind dat op deze manier met mensen wordt omgegaan in het land. Je moet als coalitie doorgaan, dus ik ben benieuwd wie er vanavond de motie gaat ondersteunen. Ik neem aan dat het die kleine partijtjes zijn. Ik vermoed dat misschien Segers zelf die motie niet gaat steunen. Want Segers heeft, weet u nog, in dat weekend van de kruisiging van Rutte, heeft hij de motie van wantrouwen op de zaterdag ondersteund. Toch nog. En hij was vandaag zeer gematigd, omdat hij ook inziet, tenslotte, dit onderdeel van mijn programma, omdat hij ook inziet tegen dat hij in principe uit de coalitie zou kunnen worden gehouden. En bijna alle politieke partijen die willen meeregeren, zeker is ook op de vingers getikt door zijn achterban, omdat hij die motie misschien niet ter plekke, maar de dag daarna ondertekende dat tegen de VVD. Oké. We gaan vandaag nu ook even stilstaan. Dit is mijn volgende actualiteit. Ik wil even stilstaan bij het heengaan van Hafid Ouassa. Dat is een van mijn favoriete schrijvers. Eigenlijk een wonderkind. Kwam als kind met die zogenaamde gastarbeiders met zijn ouders hierheen. Hij is in Marokko geboren, in een dorp, hoe heet dat? Ik weet niet of dat goed uitspreekt. Maar die kon schrijven. Hij heeft niet veel werken gepubliceerd. Maar hij heeft een aantal prijzen ontvangen, onder andere voor de voeten van Abdullah heeft hij de Douteron-prijs ontvangen. Hij heeft nog een ontzettend goed boek geschreven, Parafion. Daar heeft hij de Gouden Uil-onderscheiding van gekregen. En zijn laatste roman schreef hij in 2014. En hij heeft prachtige essays waar hij vertalingen deed vanuit het Arabisch naar het Frans en naar het Engels. Gewoon een wat we noemen een uitzonderlijk geniale schrijver. Nou, hoe hij is gestorven, dat doet er niet ter zake. Hij is weg. Jammer. Jammer. 51 jaar oud geworden. Hij heeft misschien zijn taak volbracht. Geniaal. Kort leven, veel toegevoegd. Zo zal ik hem blijven herinneren. En nu wil ik vragen voor wat muziek. Wat ik nu, de keuze voor vanavond, is een keuze die ik maak op een verhaal. Vorige week werd mijn jongste zoon gevraagd of een van mijn nummers, een van die vroeger met Clarence Breveld, mijn ex-man, stond. Of dat gebruik, een van die nummers gebruikt zou mogen worden voor een project. En Orson die belt mij op, ik zei, ik weet niet waar die plak is. Ik zei, ik ben geen jaren niet gezien. En toen zei hij van, ik weet het ook niet. Ik zei, hebben jullie, een van jullie, dus een van de kinderen dan, hebben jullie dat niet ergens op zolder, ergens verborgen? Zo goed verborgen dat ik het niet meer vind. Ten slotte had een van die kinderen inderdaad die plaat op de zolder tussen allerlei andere platen. Dus ik was zo blij om het om die nummers te horen. Een van die nummers wordt gebruikt voor een project. En toen ik die nummers weer hoorde, toen dacht ik, jeetje, wat heb ik mezelf en Clarence en al die mooie gospels gemist. Dus ik ga vandaag nogal wat aandacht schenken aan die gospels. En als u luistert naar die nummers, dan hoort u op de achtergrond een paar bekende mensen zingen. Bijvoorbeeld een man als
Arnie Breveld, als ik me goed kan herinneren. Arnie Breveld. Wie waren er weer van de Golden Gate? Niet Golden Gate. Als ik die stemmen hoor, dan weet ik de namen weer. Kunnen wij beginnen? En daarna, direct daarna, is er een nummer van geschreven door Astrid Roemer, dat ik ook zing. En heel toevallig, alsof de duivel ermee speelt, stond mijn dochter, dus die dingen waren bij mijn dochter op school, ook nog deze opname van Als Ooit Weer de Wind. Dat is een theaterstuk waar ik de liedzong op zong. Dus ik ga aan Iwan vragen om deze twee nummers achter elkaar af te draaien. En dan vervolg ik mijn verhaal. Dankjewel alvast, luisteraars. Ja, dames en heren, u luisterde dus naar Old Black Joe. Dat is een nummer... weet je, zingen is een soort gevoel. En Old Black Joe, die kent u natuurlijk, de meeste mensen kennen dat nummer. Het was een traditioneel, ik ken de schrijver van dat nummer niet. Maar het nummer is gecomponeerd in de sfeer van die oude zwarte Joe. Ergens op een plantage in Amerika, oud geworden, uitgebuit. Daar zittend met totaal vergrijsde haren en eigenlijk verlangend naar het hiernamaals. Dat hoort ook in de tekst. En als ik dat liedje heel vroeger wel eens zong voor mensen en zo vaak ook in de kerken zong ik dat nummer, dan had je altijd die oudere mannen die zich herkenden in dit lied. Ik zing dit lied dan vooral voor zwarte mannen. Mannen die ondanks alles, ondanks alle tegenstromen, ondanks alle afschuwelijke behandelingen door de hele heen, zeker de mannen die vervoerd zijn naar Amerika en het Caribisch gebied. Dat doet mij wat. Vandaar dat ik zo van gospel hou. Het is eigenlijk je brengt een ode aan die zwarte mannen die zo hun best hebben gedaan en in principe nooit eigenaar zijn geweest van zichzelf of van hun eigen leven of van hun kinderen. En toch moet je doorgaan. Ik kom ook, mijn vader is ook een Old Black Joe, maar hij was niet zielig hoor, want hij kocht met zijn neef de hele plantage Ayo. Hebben ze gekocht, heb ik vaker gezegd, in 1835. Dus ze hadden niet alle zwarte mannen waren toen zielig. Integendeel, die Balata bleeders namen hun verantwoordelijkheden voor hun gezinnen. Nou, het is niet voor niks dat ik graag dat onderzoek wil afronden waar ik de posities van zwarte mannen verder onder de loep neem. Want ik vind dat zwarte mannen, en dat spreek ik vrij uit, maar ik observeer meer. Dat het feit dat er zoveel traagheid is ontstaan in ontplooiing op vooral de ondernemerswereld, in de ondernemerswereld, dat best jammer is. Daarom ben ik eigenlijk met z'n andere tory, maar ik wil het wel aan de orde stellen. Daarom zie ik wel wat in de positie van de Haïtianen. Eigenlijk zijn de Haïtianen in dat Caribisch gebied het voordeel dat zwarte mannen wel kunnen ondernemen. Meestal gaat men ervan uit, het zijn mensen die zijn consumenten. Je ziet nauwelijks zwarte mannen, nauwelijks, niet dat ze er niet zijn. Maar wat ze doen is vaak genoeg op een beetje amateuristisch niveau, een beetje huisleid. Maar die echte markt van groot geld en handel, zijn weinigen die dat punt bereiken. Het is meestal op subsidie, een beetje armoede daar, een beetje armoede dat. Maar die enorme sprong naar voren om concerns te organiseren, geld te beheren en te beheersen,
daar moet nog heel veel aan gedaan worden. Ook, ik heb ook sportzonen en ik maak mij daar best ook heel veel zorgen over. Niet om hun, want ze redden het wel absoluut. Maar statistisch zie je dat. Nog geen onderzoek te doen. Ga maar kijken in Suriname. Waarom is er toch een beetje hoop dat het bewijs dat zwarte mannen niet kunnen ondernemen, want daar gaan vele volkeren van uit, is niet geleverd. Want die Haitianen, die zijn de betere groep ondernemers onder zwarte mannen in Suriname. Ik heb daarom totaal geen problemen met die Haitianen in Suriname. Maar goed, terug naar de muziek. En u hoorde op de achtergrond Arnie Breveld, Gertie Neslo en Clarence. En wat ik me nog kan herinneren, dat Harold Schet de blazers functie had. Of hij was de blazer, de trompet. En Darnold, ja, dat is de drummer. En een andere nummer hoor je Denise Zetak. Ze heette toen gewoon nog Zetak, niet Denise Jenna. En Helen Noordpool. En Gillis, die is overleden. Die was de bassman. Ja, we hebben met deze club het heel lang afgereisd met gospels in Zwitserland ook. Noemt u maar. Dus ik was heel blij om deze CD weer te treffen. Nou, wat had ik nog meer over de muziek? Het is al 9:09. Dat betekent dat ik nog de kans krijg om met mijn onderwerp te beginnen. En daarom ga ik vragen aan Iwan, want dan kan ik, anders moet ik mijn verhaal onderbreken. En dat doe ik liever niet. Dus het betekent dat u straks om 8:00 krijgt u in de uitzending de heer Ram Kisun. En in het 3:00 krijgt u het verhaal van windalarm, dat verhaal van die windmolens. Zo wil ik nu het programma aanpassen. Het eerste uur heb ik veel te lang en veel te uitgebreid gesproken. Maar dan krijgt u in het 3:00 dat verhaal van mij over de windmolens. En ik ga nu vragen aan Iwan om dan om 8:05 is het bijna. Even kijken. Om 7:55 is het bijna. Om dan Deep River af te spelen. Dus 7:58, Deep River. We gaan kijken hoe we dat programma... Meestal ben ik heel zorgvuldig met mijn programma-indeling en wat, hoe en wanneer aan de orde komt. Maar ik ben door die nummers een beetje te uitgebreid geweest. Nummers, ik moet nog één persoon echt niet in het zonnetje, maar in een grote zon plaatsen. Dat is Ronald Snijders. Want Ronald Snijders heeft bij Als Ooit Weer de Wind, het nummer dat is geschreven door Astrid Roemer, heeft hij, het was voor VPRO, ik weet nog in de studio waar ik het nummer heb ingezongen. Dat was een theaterstuk ook met Judith de Kom. Hij heeft namelijk al die strijkerspartijen geschreven en de dirigent geweest van dat orkest. Dus grote eer voor Ronald Snijders. Dit is een klassieke manier van muziek maken. Wat ik zelden heb gezien nog in het Caribisch gebied. Dus Ronald Snijders, een machtige, geniale muzikus. Grote lof. Grote lof. Hij doet niet onder voor Beethoven of Strauss of noem andere grote componisten. Fantastisch. U luistert nog steeds naar het programma Aandeelhouderschap. Presentatie, Hanna Beljot. Dank u wel, Iwan. Luisteraars, u bent in het 2:00 van het programma Aandeelhouderschap. En ik wilde even nog ter vervolmaking van mijn uitspraken rond ondernemerschap en die Haitianen in Suriname. Weet u wat ook daar weer gesproken wordt? De mensen zijn zo actief in de landbouw en zo voortvarend dat het verhaal dat zwarte mannen in dit geval vanwege het slavernijverleden niet meer wilden werken op plantages,
in de landbouw, dat was volledig ontkracht. Met de inzet van, ik neem dit als Suriname als uitgangspunt hoor, want dat beeld van Suriname wil ik nu aan de orde stellen. Want het zijn de top landbouwers op dit moment in Suriname. En met een arbeidsethiek waar ik zeg, zijste af. En dat element ondernemen en niet ondernemen op amateursniveau, maar gewoon grootscheef aanpakken in ondernemerschap, in marktactiviteit. Noemt u al die elementen die nodig zijn om groepen mensen in de economische vaart der volkeren te krijgen? Dat doen ze gewoon schitterend. Ik heb respect voor die Haïtianen. En ik vind dat zij die rol die ze nu spelen, en zeker als we dat gaan verengen, dat wil ik niet hoor, maar soms moet je even, in die etnische verzuiling kunnen we echt gebruiken. Een stimulans ook voor alle andere mensen, jonge mannen in Suriname. Ja, dat ze het kunnen en dat het wordt bewezen ook door de inzet van die groep Haïtianen. Dat wil ik er echt bij gezegd hebben. Waarmee ik niet zeg dat er geen rijke ondernemers zijn van zwarte afkomst. Integendeel, die bestaan er wel. Maar in verhouding, relatief gezien, is dat niet genoeg om een status te krijgen wereldwijd. Waar mensen respect hebben voor ons als mensen die produceren en niet alleen consumeren. Je hebt 20% hartstikke rijke zwarte mannen, of kijk naar voetballers, of je kijkt naar in Amerika heb je ze ook. Maar het is niet voldoende om het gezag dat je krijgt middels onroerend goed geld en macht, is nog niet voldoende. En dat is het enige wat geldt in de wereld. Het spijt mij erg. Ik hoopte wel dat het ging om liefde en om mooie dingen, om mooi kunnen dansen, mooi kunnen zingen. Maar daar gaat het niet om. At the end of the day ben je machtig vanwege materie en ben je machtig vanwege gezag en respect dat je afdwingt. Hallo? Ja. Is Jan er al? Ja hoor, ik ben er mevrouw Beljot. Hoi Jan, meneer Ramkizoen. Ja, dank u wel voor het, meneer. Je kunt gewoon Jan zeggen. Oké, ik mag Jan zeggen, ik voel me zeer vereerd. Jan, ik ben heel blij dat je in het programma bent. Omdat ik vorige week aan de orde heb gesteld de grondrechten of grondenrechten, zoals men dat noemt in Suriname. Verschil weet ik niet en doet er ook verder niet toe. Het gaat erom wie heeft de gronden en wie niet. Laat het simpel houden. En ik heb gepleit voor de positie van de inheemse mensen in Suriname. Ik zie de inheemse mensen niet in staat om dat gevecht te winnen. Ook niet in groepsverband met de mensen uit het binnenland. Ik pleit dus bijzonder voor een aparte behandeling en het los van andere aspecten van wie of niet grondrechten krijgen, de Marons of weet ik veel, andere tribes in Suriname, dat ik zeg, de inheemse die zijn de authentieke historische eigenaren van het land. En ik vind dat je ze ook op die manier moet behandelen. Historisch als zijnde de enige authentieke eigenaren van de grond. En die moet je niet in relatie brengen tot geen enkele andere groep. Omdat dat niet ter zake doende is. Dus ik hoop dat dit verhaal van mij gaat wortelen, ook in Suriname. Het zijn 15.000 of 20.000 mensen. Die zijn niet opgewassen tegen dat geweld van die figuren die in Suriname het nu voor het zeggen hebben. Mensen, we moeten gewoon, want ik vind dat in het binnenland nu al heel veel grond
is in beslag genomen of toegewezen door die andere tribale volkeren. Want ik denk niet dat de inheemse tribale volkeren zijn. Ze zijn gewoon eigenaar. Dus ik wil graag loskoppelen wie als eerste grond krijgt. En wat je niet moet hebben, is dat at the end of the day, die mensen, merk ik voor een tweede keer op, niet tegen die strijders op kunnen. Dus mensen zitten straks in een gebied wat niet van hun is, ze kunnen niet leven. Het water is vervuild, hout en goud is afgepakt. En dan wordt het een situatie zoals in Brazilië, dat het een groepje zielige mensen worden, die bijna behoren tot een prehistorisch soort mens. Dat moeten we ethisch niet willen in Suriname. Dus jij weet heel veel over de inheemse. Jij weet ook heel veel over de weg die is bewandeld tot nog toe. Dus ik wil je graag het woord geven om mijn uitgangspunt te betrachten. Dankjewel, mevrouw Belliot. Hanna. Kijk, naar aanleiding van jouw programma vorige week heb ik je gebeld en gewezen dat de strijd van de inheemse om de grondrechten, net zoals jij zegt, geen onbelangrijke zaak is. Het gaat om de inheemse zijn de eerste bewoners van Noord- en Zuid-Amerika. En een groot deel van de inheemse wonen ook verspreid in Suriname. En ze hebben altijd hun woon- en leefgebieden en hun gebieden waar ze hun voedsel verbouwen. En hun dieren die zij daar rondlopen, ook voor consumptie slachten of doodschieten om zo alle vitamine te krijgen. En deze inheemse mensen, die we nu inheems noemen, vroeger noemden we ze Indianen en in het Suriname Inji. Deze mensen hebben jarenlang gezien hoe hun gebied, hoe Suriname algemeen verwoest wordt door goudzoekers, door houtbedrijven of concessionarissen van hout, hoe de gebieden waar de inheemse wonen. En dat begrijp ik niet, dat sinds 1975 de inheemse onder leiding van een kapitein van Galibi helemaal naar Paramaribo zijn gelopen om op te komen voor hun rechten en bescherming van hun woon- en leefgebieden. En wat verbaast mij toen u vorige week begon over dat artikel, heb ik gaan kijken aan nieuwsberichten de afgelopen dagen. Dan zie je dat de inheemse nu zeggen tegen de overheid, het inheemse stereotypen hebben we eigenlijk verbroken. Dus alle negatieve oordelen dat inheemse lui zijn, in hun hangmat de hele dag liggen en af en toe een kostgrondje bewerken voor voedsel en noem maar op. En dan lees ik ook: inheemse willen geen bedelaars zijn. En ik ben zo trots op wat ze de inheemse hier zeggen. Ze zijn geen bedelaars. Ze zijn rechthebbenden in de Amerika's en in Suriname ook. Dus
De last van dat ze rechthebbende zijn van hun gebieden, is de zaak van de inheemse naar het Inter-Amerikaanse Hof geweest. En die hebben de staat Suriname veroordeeld, ik dacht in de 90 jaren van de vorige eeuw. En wat bleek, nog steeds zie je dat de rechten die de inheemse claimen hun niet toegegeven is. En dan hoor ik de vice-president zeggen, ja, we hebben een nieuwe commissie benoemd en die zal over de grondrechten gaan kijken wat wij kunnen doen voor de inheemse. Ik zou me diep schamen als ik deze mensen die nu aan de macht zijn horen hoe ze met de rechten, grondrechten van de inheemse aan het doen zijn. Het is niet een gewone recht. Het is een historische recht, zoals mevrouw Belliot u het zegt. Dat zijn de eerste bewoners van de Amerika's. De eerste bewoners van Suriname. En die mensen hebben geen rechten, maar alle andere migranten en voorouders van migranten die naar Suriname gekomen zijn, die komen ons nu zeggen dat ze bezig zijn, een commissie is benoemd om te kijken hoe de inheemse hun rechten kunnen claimen. Nou, ik zou zeggen, het is gewoon belachelijk. Ik schaam me echt dood voor deze bewindvoerders nu, de vice-president, dat hij met dit soort verklaringen komt, dat hij een commissie heeft benoemd. Terwijl al een vonnis is, er is een stukje bij de overheid voorgelegd door de inheemse. En op grond daarvan moet het parlement en de regering de rechten van de inheemse volkeren, want er zijn verschillende inheemse volkeren in Suriname, als ik het zo breed mag noemen, moet nu binnen een jaar of twee aan die mensen hun rechten moet gegeven worden. De staat Suriname kan niet het op zijn beloop laten. Want nee, we weten niet of die commissie die nu benoemd is, die moet alle stukken gaan lezen en voordat ze met een voorstel komen, dan zijn we bijna bij de volgende verkiezing. Het is alsof je je eigen huis hebt waar een commissie over gaat beslissen of je erin mag wonen. Ja. Net zo absurd is het. Nee, maar daarom vind ik het goed. En ik lees nu net een bericht. Surinaamse inheemse vrouwen zetten in voor natuurbehoud. Je ziet naar de Surinaamse inheemsen niet alleen over zichzelf en hun rechten denken, maar ze het natuurbehoud, het schoonhouden van lucht en water en noem maar op in Suriname. Daar zetten deze twee vrouwen, denk ik, die hebben zijn de voortrekkers, maar vooral Samene Artis en Marianne. Ja, die Artis, ja. Epong. We moeten die mensen echt ondersteunen. En ik zou zeggen, mevrouw Hanenbiljot, dit moet u, als het aan mij ligt, ik bepaal niet wat u in een programma komende week of maanden hebt, maar dit moet een item zijn die elke week, al is het 10 minuten, moet hier aandacht besteed worden. Als ze het niet in Suriname doen, dan zijn er programmamakers als u en anderen hier in Nederland, in Amsterdam, die de zaak van de inheemse elke week op de kaart moet zetten. En ik zou zeggen, mevrouw Belliot, ik heb ook families, inheemse families. Ik praat niet als buitenstander. Dus ik weet hoe ik heb in inheemse dorpen, toen ik een jaar of 12 was, woonde ik in Wageningen. Dan gingen we naar de inheemse dorpen. Als we schoolvakantie hadden,
Dat zijn de meest vredelievende mensen, inheemse mensen. Als je in hun dorp komt, je houdt je aan de regels die ze in het dorp hebben, dan mag je een jaar daar blijven. Ze hebben geen probleem met de rest van de Surinaamse bevolking. En ik roep nou de Surinaamse bevolking, ga naar waarom wij niet achter de eisen van de inheemse staan. De eisen van de inheemse moet nu geaccepteerd worden door land, volk en regering. Het zou ons als Surinamers, of je nou welke etnische achtergrond hebt, alleen maar stieren. Want kijk, de mensen kunnen niet tegen die krijgsheren op daar. Het zijn krijgsheren. Ja. Die mensen, het zijn een spulletje misdadigers en krijgsheren. Die het verleden hebben van moorden en vernietigen. Ik praat over mijn grootmoeder, die ik heb nog gekend. En ik praat over mijn moeders vader. Ja. Dat ik ga er niet bij zitten. Ik vind het zo onrechtvaardig. Ja, ja. Die mensen kunnen niet op tegen die vernietigers daar in dat land, in het binnenland. Dat gaat tegen iedere kosmische ethiek. Ja. Dat is gewoon niet ethisch. Het klopt niet. En nee, daar ben ik met u eens. Ze hebben 40 voetbalvelden grond. Dat, weet u hoeveel grond dat is? Ja. Dan moet die arme Sabayo of die arme Indianen, zoals mijn oma heette, die kan niet eens vissen in de rivieren. Omdat een migrant, want het zijn allemaal migranten, hun omgeving zijn komen uitputten en vernietigen. Ja, dat is tegen alle vormen van menselijkheid. En op grond daarvan wat u nu zegt, vind ik dat de rest van de Surinaamse bevolking, waaronder de inheemse, met de inheemse samen, die deelmaken van de Surinaamse bevolking, nu handje contantje moeten krijgen. Ja. Het kan niet zo zijn dat mensen uit de stad, uit het buitenland, uit het Brazilië, uit Frans-Guyana of Guyana. Chinezen. En die komen uit het buitenland en dan vernietigen ze de woongebieden. Kijk, als je hout of goud wil zoeken, doe het op een manier dat het niet met de oude manier dat je goud gaat zoeken met kwik. Want je vernietigt de mensen die daar wonen, de inheemse, hun cultuur, hun woongebied, hun leven. Een voortplanting is daaraan ook onderhevig. En daar moeten wij als Surinamers niet zeggen, het deert ons niet. Het zijn die arme inheemse, het is maar een kleine groep van 22.000 of hoeveel, weet ik niet. Maar die 22.000 mensen moeten recht krijgen waarop zij recht hebben, en dat is de grondrechten vastgelegd, dat in hun gebied, in hun dorp en in heel Suriname je niet het milieu kan vernietigen, fauna en flora kan vernietigen, het water kan vergiftigen, dat zelf de vissen daar de dupe van worden. En de inheemse volkeren wonen veelal in dorpen waar ze het water in de rivieren en de vissen moeten gebruiken. En dat we dat met open ogen zien. Dat en niemand zegt wat. Het is onmenselijk. Dat vernietigd wordt, mevrouw Belliot. Het is onmenselijk wat die mensen wordt aangedaan. En al had ik geen bloedrelatie, want ik heb ook bloedrelaties met zwarte mensen. Dus ik zeg altijd, ik ben het resultaat van al die snijpunten waar mensen elkaar hebben lief gehad. Dus als het ging om zwarte mensen, had ik ook mijn stem doen horen. Maar nu gaat het om inheemse. En het is hun land. Ja. Het is gewoon hun land. Wij zijn als gastarbeiders. Alles wat daarna kwam zijn migranten. Ja, wij zijn als gastarbeiders gebracht.
We zijn door de inheemse nooit belet om ons in dat land, voor te planten, te werken, naar school te gaan. En wij negeren gewoon wat de inheemse toekomt. En dat kan niet zo. Dit is uitgemoord, want daar wordt veel te weinig aandacht aan gegeven. Eerst zijn ze uitgemoord door die Europeanen. Ja, ja. En daarna werden ze slachtoffers van die migranten die daarna kwamen. Ja. Dat is niet goed. En daarom zeg ik, hoorde meneer Brunswijk bij de benoemen van de ministers tegen een inheemse afkomst minister Jupitana zeggen, uw taak is naast dat u minister bent van TCT, dacht ik, uw taak is om de inheemse rechten elke week daar in het kabinet daarvoor te pleiten. Nou, de regering zit al bijna 10 maanden en we merken niks. En dan zag meneer Brunswijk van de week, toen de inheemse zich beklaagd hebben bij hem, er is een nieuwe commissie benoemd en dat zal de problemen van de inheemse gaan bestuderen. Nou, niks bestuderen geeft de mensen de titels die hebben. De titels die zij verdienen op hun woongebied. En als daar de overheid en wie dan ook komt om goud of hout te zoeken en te exploiteren, dan moeten ze met de inheemse daar aan tafel gaan zitten en de inheemse gaan wijzen welke gebieden en welke gebieden je niet mag komen. Dat zijn onze rijkdommen in Suriname. Zij zijn de erfen. Ja, ja. Zij zijn de erfen, zoals dat jury die zegt. Maar er moet een advocaat worden ingehuurd die dit gaat verdedigen, hoor. Ik kan die mensen hun eigen ding, hun eigendom, gewoon teruggeven. Het is net dat grapje wat nu Nederland doet met die commissie, het AOW-gat. Ja, ja. Nou, als het niet ingewilligd wordt, dan gooit men er een commissie tegenaan. Iedereen weet het. Dus die commissie die nu benoemd is om AOW-gat te... Ach ja, dat is gewoon bezighouden, een beetje therapie. Ja, ja. Gewoon therapie. En dan, godzijdank, denkt Nederland dan, hebben we een nieuw kabinet. Tegen het eind van dit kabinet gaan we kijken. En dan zijn er 3/4 al dood. Dus aan het eind dan geven we misschien die 3000 die nog leven. Als we stoppen ze iets doen. Dat is de redenering gewoon. En net zo belachelijk is... Nee, dat is wat de AOW-kwestie. De commissie in Suriname is gewoon bezig op commissies. Als je er niet uitkomt, is dat de enige oplossing om mensen zoet te houden. En dat moeten die inheemse mensen niet accepteren. En ik vind ook dat het de taak is van de mensen die nu daar in Suriname de baas zijn, om het maar ordinair te noemen, want ze zijn gewoon bazen, krijgsheren, dat zij nog net dat beetje beschaving hebben, dat beetje, we vragen niet veel, maar dat beetje beschaving hebben om dit op een ordentelijke manier op te lossen voor die mensen die in het binnenland op dit moment vernietigd raken. Worden vernietigd. Mevrouw Belja, tot slot wil ik zeggen, ik heb naar uw verhaal geluisterd nu en vorige week. En ik pleit, bescheiden misschien, om druk uit te oefenen vanuit Nederland, als het moet. Ook de Nederlandse Tweede Kamer en de regering een brief te sturen. De betrekkingen tussen Suriname zijn weer genormaliseerd. Er is een ambassadeur hier van Suriname. Dus wij moeten nu alles wat wij op democratische manier aan middelen hebben inzetten om de inheemse in Suriname en de Surinaamse regering te zeggen, dit is iets wat al sinds de regering Venetiaan al had moeten plaatsvinden, want toen was meneer
Ronald Venetiaan, resident. En zie maar, vanaf, ik dacht 91 tot 96, daarna was, meneer Weidenbosch president. Toen meneer Venetiaan weer 10 jaar, en 10 jaar, de grootste man die zegt, toen van 10 tot 20, dat hij die kleine jongen van Kaswinica is president is geworden, heeft ook niks aangedaan. Ja, klopt. Ik kan het alleen maar. Belachelijk. Je noemt jezelf die kleine Indiaanse jongen uit Kaswinica, terwijl er documenten liggen, een vonnis ligt van OAS, en dan doe je niks. En de opvolgers komen niet met het verhaal. We hebben een commissie, een nieuwe commissie benoemd. Nee. Weet je wat het is? Inheemse mensen moeten nu echt dikkelhard zijn. Ik zou zeggen, mevrouw Annabelle, luisteraars. Ieder dag dat wij in de uitzendingen zijn of bellen en programmamakers, nummer 1 moet staan nu het probleem die de staat van Suriname niet wil erkennen. En dat is de grondrechten geven aan de inheemse volkeren van Suriname. Hierbij wil ik u bedanken voor de gelegenheid. En tot de volgende keer, mevrouw Annabelle Jot. Mijn dank is zeer groot. Zeer groot. Oké. En tot gauw. Dankjewel. Ja. Dames en heren, u luistert nog steeds naar het programma Aandeelhouderschap. Volgend onderwerp wat ik aan de orde wil stellen, gaat om die windalarm. Wat is er aan de hand? We hebben in Amsterdam-Zuidoost op dit moment een probleem. Jammer genoeg weet niet iedereen van dit probleem, dus ik ga het aan de orde stellen. Het is zo dat wij in het kader, althans de gemeenten in dit land, moeten met het oog op de akkoorden van de transmissie van het milieu, van het milieuprobleem wereldwijd, is er een akkoord gesloten waarbij alle landen binnen de EU een bijdrage moeten leveren in de manier waarop energie wordt opgewekt. Tot dit moment, tot dit verhaal, kan niemand kan hier tegen zijn. Wat je dan vervolgens krijgt, is dat er een studie wordt gedaan, waar moeten wij die energie gaan opwekken en hoe. En een van de mogelijkheden is windmolens te plaatsen. En in dit geval gaat het om de plaatsing van windmolens in Amsterdam. Er is vorig jaar een grote joekoe-joekoe geweest in Eiburg. Want het college van Amsterdam, en dat valt onder de portefeuille van GroenLinks, hebben mensen in Eiburg geprotesteerd, advocaten in de hand genomen en een fight gevochten. Het is nog steeds niet van de agenda om Eiburg vrij te houden van het plaatsen van windmolens. En waarom wil men dat niet? Windmolens die brengen risico voor de gezondheid van mensen. Daar is een uitgebreid onderzoek geweest. Vele landen, in Scandinavië, de Scandinavische landen, Nieuw-Zeeland, Canada, daar is men druk bezig om de voortgang van het denken en de risico's van de energie uit windmolens, om dat verfijnder te krijgen, om in te kunnen schatten wat het voor de mens betekent, de risico's voor mensen. En dan vooral niet het plaatsen van windmolens in de buurt van woonwijken.
Dat moet niet mogen. Er is een professor die heet Verlaan, even kijken hoor. Die is van het UMC, hier in Amsterdam Zuidoost. Die heeft namelijk aangetoond, dat onderzoek is nog niet helemaal rond. Die heeft en deze resultaten van onderzoeken rond, wat betekent de aanwezigheid van windmolens in woongebieden, is op dit moment in vele landen een onderzoek wat heel veel belangstelling heeft. Er komt namelijk bij het opwekken door die wind, die krachtige winden, komen er geluiden uit voort. Sommige geluiden zijn infrasoon. Dat betekent dat je ze niet hoort, maar ze zijn er wel. En je hebt harde geluiden, dat is wanneer de wind hard waait, dan hoor je gewoon dat geloei en dat en geluidoverlast. Wat nu aan de hand is, is dat in Eiburg er zoveel tegenstand is, dat men elders is gaan zoeken waar moeten wij die windturbines, die molens dan kwijt. Want de GroenLinks, die is aan het drammen in het college. En wat ook gebeurd is, vooral vanwege het doordrammen met ook andere ontwikkelingen met het milieu, waar GroenLinks zich op wil profileren, is er heel veel tegenstand met de projecten die GroenLinks wil realiseren. Die verkiezing die we net hebben gehad, die Tweede Kamerverkiezingen, daar heeft GroenLinks in Amsterdam schandalig verloren, zoals we dat in Suriname zeggen. Schandalig, vanwege de weerstand die de Amsterdammers hebben tegen die milieuacties die GroenLinks aan het uitproberen is op volkeren en op mensen, op burgers van deze stad. Het heeft geresulteerd dat men dan nu zegt, hey, het lukt dus niet, want die mensen die wonen in Eiburg, dat zijn hoogopgeleide witte mensen uit een economische klasse die zo alert is, ook op milieu en bijvoorbeeld effecten van zo'n van windmolens in hun buurt, dat ze dat succesvol hebben beëindigd. Althans, heel succesvol zijn om het te bevechten. Dus wat denkt dan, met name GroenLinks, nou, als het op die plekken niet kan, dan brengen we die rotzooi naar die gebieden waar mensen niet hoog zijn opgeleid en een laag economische status hebben, witte en zwarte mensen, want het gaat niet alleen om arme zwarte mensen in Zuidoost die nergens van op de hoogte zijn. Het gaat ook om witte arme mensen of Marokkaanse arme mensen die van dit debat niet eens hebben gehoord, laat staan daartegen in verzet treden. Hoe meet men die infrasone geluiden en die geluiden die hoorbaar zijn? Er zijn internationale afspraken. En wat is er aan de hand als er vroeger, dat wil ik ook vertellen, die windmolens van vroeger, die ergens op een boerderij stonden, die waren niet zo krachtig. Dat was echt voor eigen gebruik, die molens om gier en weet ik veel wat te fijn te malen. Dus er was nauwelijks nog een effect wat mensen ongezond zou kunnen maken. Maar nu, die windmolens die nu ontwikkeld zijn, die zijn gigantisch krachtig. En daarom heeft internationaal partijen hebben de uitspraak gedaan, wij gaan normen aanbrengen, criteria brengen, waarboven landen zich niet mogen profileren. En zo kan het zijn dat 500 meter van een woonwijk, dat als er een zo'n molen komt, dat van 50 meter hoog, dat er een afstand van 500 meter moet worden betracht, in acht moet worden genomen om die molens te plaatsen. In Denemarken
hebben ze daarin een beleid gevoerd, waardoor niet 500 meter, maar 1500 meter in acht moet worden genomen. Dus als het komt erop neer, ik heb er niet voor geleerd, maar zo heb ik mij voorbereid op dit programma, dat de stelregel in Denemarken is, windmolens, op afstand, bekijken ze naar de hoogte, en afhankelijk van de hoogte moet je 10 keer die hoogte vermenigvuldigen. Dus bijvoorbeeld, bij een hoogte van 150 meter moet de afstand 1500 meter zijn, in plaats van 500, die in Amsterdam gehanteerd wordt. Het RIVM, die heeft al duidelijk aan de bel getrokken omtrent en die lage frequentie, die infrasone geluiden, maar ook die bromtonen en andere opzwellende geluiden die windmolens teweeg brengen, die trillingen. En hoe krachtiger die turbines zijn van die molens, hoe groter de schade. Bij harde wind, dan hoor je dat geluid keihard. Bijvoorbeeld in de Hoekse Waard in 2019, dus vorig jaar, 2 jaar geleden, hebben ze 5 van deze windturbines hebben ze geplaatst in een leefgebied met 12 huizen. Inmiddels zijn binnen 1,5 jaar 6 van die gezinnen vertrokken. Want er was zoveel wind dat dat niet uit te houden was. Die mensen zijn vertrokken. Die zijn verhuisd. Dus overal, ook in Denemarken en in Canada, als die windmolens worden geplaatst in een dichtheid van mensen, van woonplekken van mensen, worden mensen ziek. Mensen worden ook ziek van die infrasone geluiden die je dus niet hoort. En wat er dan aan de hand is, mensen die al aanleg hebben voor hartproblemen, tegen hartinfarcten, hersenbloedingen. Wat ook blijkt, het concentreren van kinderen op school gaat achteruit. Mensen kunnen zich niet meer concentreren. Slapeloosheid. En die slapeloosheid, als je niet slaapt, word je ziek. Het is zo erg dat die hartproblemen ook ontstaan vanwege stress van die mensen die bij die woongebieden zitten, waar mensen tegen rug en murk, deed dat volgens mij, toch molens plaatsen. Die molens die horen op zee. Ik zeg, er is geen enkele andere plek waar deze turbines horen dan op zee. Er is genoeg water, er is genoeg zee om die turbines naartoe te brengen. Als het niet in IJburg kan, kan het ook niet in Amsterdam-Zuidoost. Dat moeten we niet willen. En tot overmaat van ramp vindt het besluit rond het plaatsen van die turbines in mei plaats. En wat ik vervelend vind, in Zuidoost, Amsterdam-Zuidoost, hebben we al een aantal problemen. Die kinderen die zo slecht presteren op school, met concentratiestoornissen, met allerlei problemen thuis. Het feit dat u ook de vorige week hoorde van de viroloog, en toen ging het over de besmettingsgraad van Zuidoost. 2 keer zoveel besmettingen plaatsvinden vanwege onderliggende problemen met hart- en vaatziekten van de mensen die in Zuidoost wonen. Dat willen ze hebben, wil GroenLinks hebben, dat die turbines in Zuidoost worden geplaatst. Ik hoop en ik ben ervan overtuigd dat u het met mij eens bent dat dat niet moet gaan gebeuren. Dat moeten we niet willen. Al die studies die nu worden gedaan, Canada, de Verenigde Staten van Amerika, Nieuw-Zeeland, ze hebben studies gedaan bij ratten en muizen. Blijkt dat die ook hartproblemen krijgen van die windturbines. Dat moeten we echt tegengaan. En hoe die meting plaatsvindt,
Dat wil ik ook nog even aan de orde stellen. GroenLinks, want die trekt, die wil die rotdingen hier in Zuidoost plaatsen. Die zegt eigenlijk, kun je ook niet vaststellen hoeveel meter er in acht moet worden genomen om te voorkomen dat in woonwijken mensen last krijgen van die turbines. Wat zeggen ze dan? Er is een club geweest, nota bene in Amsterdam-Zuidoost. Dat heet het bureau Antea. Die heeft onderzoek gedaan in opdracht van het college en in opdracht van GroenLinks in Amsterdam. En die zeggen van, die 500 meter, dat kun je zo niet stellen. Want dan is er veel wind, dan is er minder wind. En u weet misschien, maar dat ik ga ervan uit dat u dat weet, dat er 47 dB gemeten wordt op de gevels om na te gaan of huizen en woningen dus onder een bepaalde overlast van geluid vallen. Dus 47 dB is de maat. Het is zo dat in Denemarken dat inmiddels 35 decibellen is. Maar terug naar het verhaal. Er is een club geweest die hier in Amsterdam Zuidoost in opdracht van GroenLinks een meting heeft gedaan. En dan is de redenering van ja, je kunt niet 500 meter in acht nemen of 1500 meter. Want het is dan bij de meting is er wind en dan minder wind. Dus je moet een soort gemiddelde nemen. En dan zijn die mensen zo brutaal. Dat bureau van Antea, die zeggen dat eigenlijk Amsterdam het college zich mag houden op 350 tot 500. Ziet u het al gebeuren, beste luisteraar? Ziet u dat al? Dat gaat niet goed. Ja, mag ik heel eventjes, Hanna? Ja. Maar als je dit zo hoort, dan zou je denken van een partij als GroenLinks, die zou eigenlijk rekening moeten houden met het milieu, moeten rekening houden met de gezondheid van mensen, enzovoort, enzovoort. Maar waarom willen ze dan doordrukken dat die windmolens er komen? Omdat zij zogenaamd die Parijsakkoorden en de opdracht, wat daar het gevolg van is, willen verwezenlijken als politieke doelen. Dus dan hebben wij voldaan aan de afspraken die vanuit het Parijsakkoord is gesloten. En dat hield in? Dat houdt in dat ieder land een percentage van dit soort windturbines moet plaatsen in zijn land. En de opdracht vanuit Den Haag is van iedere stad hoort een aantal van die kwallen neer te zetten in hun stad. Volg je me wel? Ja, natuurlijk. En wat daar het gevolg van is, je krijgt de situatie zoals in alle andere landen, de meest zwakke stadsdelen, die krijgen die troep toegediend. Omdat die mensen niet bewust zijn van het probleem, geen tijd hebben om zich te verdiepen in het probleem, de taal niet machtig zijn, en de politici die bijvoorbeeld in dit stadsdeel zitten, die mensen ook niet informeren. Alleen kletspraatjes en mooie praatjes die ze vertellen. Ik neem die mensen echt kwalijk in dit stadsdeel. De Partij van de Arbeid is falikant tegen. Ook de VVD. En ook de SP. Want je krijgt een situatie dat wij het afvoerputje zijn. Als die mensen van Eiburg niet willen, dan brengen ze het toch naar Amsterdam Zuidoost. Want ik ga een paar plekken noemen van waar nu Amsterdam op doelt. Je hebt plekken die worden genoemd. Het Diemerbos, Gaasperzoom, de Hoge Dijk, de Diemerscheg en hier Holendrecht.
En wat ook bewezen is uit studies, dat mensen vertrekken, mensen verhuizen uit die gebieden waar die turbines worden geïnstalleerd. Ook vanwege het feit dat men niet tegen die geluiden kan. Ik gaf daarnet het voorbeeld van de verhuizing van die zes gezinnen. Maar mensen vrezen ook voor hun gezondheid. Dat blijf je tenslotte, mensen die hun huis niet kunnen verkopen en in huurhuizen zitten, die worden dan die worden weer het slachtoffer. Ja, maar, zij al in een achterstand zijn. Ja, maar die partijen, die erop tegen zijn. Dat er een gezondheidsprobleem is. Maar de partijen die erop tegen zijn, zoals de Partij van de Arbeid, waarom geven ze er niet meer aandacht aan, zodat ook de mensen voorgelicht kunnen worden? Kijk, wij hebben dus, er is een groep, en ja, die groep hier in Amsterdam Zuidoost, dat zijn mensen, ik ken ze toevallig, het zijn allemaal witte mensen alweer, die een actie zijn gestart al bijna een jaar. En die gaan bijvoorbeeld 1 mei, zaterdag aanstaande, gaan ze lopen als protest. En ik zal zo gelijk aan het eind van het programma bekendmaken hoe mensen zich kunnen inschrijven en verzetten tegen die plannen van GroenLinks om ons hier langzaam vergif te laten oplopen of willen vergiftigen, want dat is het gewoon. Dus gewoon vergiftigen. En er is hier uitgebreid ook in Argos, dat televisieprogramma, aandacht aan besteedt hoe de politiek manoeuvreert en manipuleert met gebieden waar mensen eigenlijk zo kwetsbaar zijn dat ze niet in de verdediging staan en ook geen advocaten kunnen betalen. Als je begrijpt wat ik bedoel. En eigenlijk neem ik ergens de mensen ook wel kwalijk, hoor. Ook, je leeft niet in een rijke omgeving. Maar als burger, je hebt de informatieplicht, zegt de wet. Je moet zelf informatie tot je nemen. En vertaald naar de informatie die ik nu geef over het plaatsen van die windmolens, die turbines, komt het er gewoon op neer dat mensen het allang hadden moeten weten. Ik hoop dat je me kan volgen. Want ik zie al die bui hangen. Waar bijvoorbeeld Duitsland op dit moment zegt dat binnen 1000 meter van in woongebieden er geen turbines mogen komen. En Duitsland wordt steeds strenger, want men volgt ook de resultaten van die verschillende onderzoeken internationaal. Zelf het cognitief functioneren van mensen gaat achteruit. Want aan de ene kant hoor je die geluiden niet, en aan de andere kant, wanneer de wind gaat waaien, hard gaat waaien, dan is die overlast ondraaglijk. En men heeft hele stranden hier. Waarom niet die windturbines daar naartoe verhuizen? Waarom in Amsterdam Zuidoost? Omdat er hier arme witte mensen wonen en arme zwarte mensen wonen. Die komen toch niet in de verdediging. Die politici die we hebben in die verschillende raden en ook in het college, ook die van GroenLinks, die zwarte mensen, die hoor je niet. Die komen alleen maar kletsen uit hun nek wanneer het hun uitkomt. En wanneer er verhalen over, met respect hoor, na al die herdenkingen van slavernij, want dat hoort ook zo, die wordt ze alleen maar identiteit en slavernij. Terwijl nu de dreiging is van een gezondheidsprobleem op langere termijn, waar je u tegen zegt. En die professor De Laat, daar had ik het over. Hij is fysicus en hij is audioloog. Hij is nu in de eindfase van een groot onderzoek door het RIVM geïnitieerd. Om nu keihard de bewijzen op tafel te leggen dat turbines, windmolens
voor de mens niet goed is. In West, waar men ook het idee had om een of een paar van die dingen neer te kwakken, is volgens mij op 8 mei gaan ze daar demonstreren. Daar hebben ook groepen zich op dit moment verenigd om tegen het voornemen van GroenLinks in het college voor Amsterdam om zich daar tegen te gaan verzetten. Je moet nu iets gaan doen. We luisteren nog steeds naar het programma Aandeelhouderschap met... Dankjewel, Iwan. Dankjewel. Om 10 over gaat Frits Strik, die zijn oud-ambtenaar van mij, bij de ruimtelijke ordening van de centrale stad. Kijk, wanneer je dit soort problemen hebt, dan moet je draagvlak creëren. Dus ik belde hem op. Hij maakt deel uit van een platform. En dat platform bestaat uit de zogenaamde strategische mannen, is een mannenplatform. Die maandelijks zo'n eetmannenclub hebben, directeuren van concertgebouw, Duco Stade en dat soort mannen zitten in die groep. En het is, daar zit nogal wat ruimtelijke ordening power in. Dus ik belde hem en ik zei, ik zoek naar draagvlak. En hoe vind je dat voornemen van het college van Amsterdam GroenLinks? Toen zei hij van dat kan van geen kant. Dus in principe probeer ik nu dicht bij de politiek wat mensen te vinden die dat college schriftelijk of op welke andere manier dan ook tot orde gaan roepen dat die windmolens niet in Zuidoost in zo'n dichtbewoond gebied geplaatst mogen worden. Dus hij gaat nu om 10 over inbellen, Frits Strik, die waterweg en waterbouwkunde en economie heeft gestudeerd, kent de stad als een broekzak en hij is ook anti. Hij is in de eerste plaats anti, omdat dat niet hoort in een woongebied. En ik heb hem gewezen op het extra sociale probleem mijnerzijds, omdat ik vind dat in een gebied waar zwarte mensen wonen, dit soort rotzooi makkelijk over de schutting gegooid kunnen worden. En we zouden gaan kijken samen wat er voor boodschap kan worden afgeleverd door deze groep van mensen met macht. Hoe je het of keert is gewoon macht. Ten slotte hebben wij hier en daar iemand die invloed heeft, maar over macht, wij doen niet mee. En wij doen gewoon niet mee. We hebben totaal geen invloed. Als ik daar had gezeten, had ik ze opgevreten. Maar er is niemand meer die voor die problemen opkomt. Het zijn allemaal marionetten. Ik vind het een heel gevaarlijke ontwikkeling. Voor de gezondheid van kinderen. Niet, ik zit in een levensfase waarvan ik denk, ach, ik kan ook zeggen, het zal mij een worst wezen. Maar die kinderen... Die over 10 jaar, met al die ziektes en al die problemen die we al hebben, dat moeten we niet willen. En ik hoop dat u mij ondersteunt. Na Frits Strik ga ik nog u de informatie geven hoe u deze actie kunt ondersteunen. Kijk, hij zal om 10 over, dus hij kan ieder moment inbellen. Kijken wat we voor... Als u in uw omgeving mensen kent, mensen die macht, invloed hebben... Ook vooral in GroenLinks, want het gaat om GroenLinks nu. Probeert u die mensen te beïnvloeden zodat zij in actie komen om deze beproeving voor onze als zwarte mensen in dit stadsdeel, om deze beproeving aan ons voorbij te laten gaan. Het is een must voor die kinderen van morgen, want het sluit langzaam in. Want wat bewezen is uit die onderzoeken, het is niet de sterkte, het is de duur. Het slijt langzaam in je systeem als mens. Het beïnvloedt vanaf je gehoor tot je hartfunctie, tot je cognitieve functies. En er zijn allerlei onderzoeken die proberen het tegendeel te bewijzen. Dat begrijpt u ook. Omdat ze daar natuurlijk hun belangen hebben. Zo zegt Amsterdam,
het college, die zegt van, we wachten op het onderzoek van die hoogleraar, de Laat, we wachten op het onderzoek. Maar intussen laten ze wel die voordracht in het college passeren en straks in de raad goedgekeurd worden. Nou, dan heb je echt het nakijken. Want dan kun je er bijna niks meer aan doen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Iwan? Ja, Hanna. Volg je het wel? Ja, ik volg het, maar ik hoop dat die luisteraars het volgen. Ja. Ja, toch? Het is toch niet zo moeilijk, deze materie? Ik denk het niet, maar daarom hoop ik dat ze het volgen. Oké. Okay. Vooral de mensen in Zuidoost, maar ook in andere gebieden. Want er komt een landelijke protest. En ik geef zo gelijk die acties weer en op welke dag. En hoe u een verklaring kunt ondertekenen om het plaatsen van deze turbines, om dat te voorkomen. En vooral in Zuidoost te voorkomen. We zijn zwak al. We kunnen het niet dragen. Laten we gaan naar die plekken waar rijke mensen wonen en hoog opgeleid en weet ik veel wat. Maar laten ze arme gebieden met achterstand als Zuidoost overslaan. Het is gewoon niet eerlijk. Het is gewoon oneerlijk. Moet je niet willen. Nou, ik ben wat mij betreft voorlopig uitgepraat. We wachten op het telefoontje van Frits Strik. Ja. Kun je dat een muziekje doen? Ja, dat is goed. Maar die meneer, die is er wel. Oh, oké, prima. Meneer Strik, goedenavond. Dag Anna, je spreekt met Frits. Hoi Frits, hoe is hij? Nou, goed. Mooi. Ja. Ik heb om jullie een bijdrage te kunnen doen. Ja, heel graag zelf. Waar ik op zoek naar ben, en dat vertelde ik aan de luisteraars, is draagvlak om te voorkomen dat de gemeente Amsterdam, het college en met name GroenLinks doordrukt het plan om in Amsterdam-Zuidoost die windmolens, die turbines, neer te knallen. Ik heb de luisteraars uitgelegd hoe internationaal wordt gedacht over gezondheidsrisico's die windmolens tot gevolg hebben, niet alleen, maar ook dat daar normen en criteria zijn over afstanden wat betreft woongebieden. En ik weet dat jij natuurlijk vanuit de ruimtelijke ordening heel veel informatie hebt. Maar ik wil ook jou vragen om de protesten die men is aan het ontwikkelen in dat stadsdeel, om dat ook via het herenplatform wat je hebt, om ons te vertellen wat kunnen we gaan doen. Wat is het draagvlak wat we moeten ontwikkelen om vooral het binnenste van de politiek in Amsterdam van dit plan af te krijgen. In de eerste plaats, hoe sta jij tegenover het neerzetten van die turbines, die windmolens in Zuidoost? Nou, ik zou even een opmerking ook vooraf willen maken. Op zich is het natuurlijk wel duidelijk dat er voor het bereiken van de doeleinden van duurzame energie rond 2050, hè, zoals in het klimaatakkoord is neergezet, moet er heel veel gebeuren. En tot nu toe loopt Nederland daarin niet voorop. Dus alleen al daarom is het noodzakelijk dat er veel maatregelen worden getroffen. En dat die maatregelen ook op een aantal plekken pijn zullen doen. Dat is gewoon onvermijdelijk. Maar dan komt het vervolgens erop aan. Waar doe je dat en ten koste van wie, gaat dat allemaal gebeuren? En daar valt nogal wat aan te doen. Voor mij zou het een hoofdpunt zijn om eigenlijk te zeggen, in de randgebieden van eigenlijk alle grote steden, dus ook voor Amsterdam, zou moeten gelden, hou die gebieden zoveel mogelijk open. Omdat ze een belangrijke functie hebben in gewoon de wijsheid van het gebied buiten de steden. De steden zijn juist dicht gebouwd en er wonen veel mensen. En dat is in
uitzonderlijk belangrijk gebied voor goed bereikbare recreatie en ontspanning. Je kan er met de fiets naartoe, je kan er lopend naartoe. En daarom zou ik zeggen, hou die gebieden kwalitatief vooral heel goed in stand. En dat zou eigenlijk een uitgangspunt moeten zijn van waar plaats ik die windturbines niet. Dat zou eigenlijk wel een beginpunt moeten zijn. Dus niet alleen maar dat het in Amsterdam plaatsvindt bij Eiburgen, maar diezelfde argumenten gelden eigenlijk voor de hele groenere randen van de stad. Dus bij uitstek ook in Zuidoost, want die heeft natuurlijk enorm fraai ten zuiden van Zuidoost gelegen, open en groen gebied. Hou die functie in stand. En dat kan je niet combineren met de plaatsing van veel turbines in dat gebied. Daar heb je dus een planning voor nodig om dat goed te doen. En wat natuurlijk in de huidige aanpak ontbreekt, of eigenlijk wat een kenmerk is, een belangrijk kenmerk is van de huidige aanpak, dat is toch eentje van, er zijn klimaatdoelen neergezet en vervolgens wordt de uitvoering in hoge mate door het Rijk over de schutting gegooid naar de energieregio's toe. En dat zijn in feite samenwerkingsverbonden van gemeenten. En dus wordt ieder gebied wordt gedwongen een bepaalde hoeveelheid van die maatregelen te treffen. Terwijl sommige gebieden en sommige van die energiegebieden met name gewoon bepaalde capaciteiten niet hebben om bijvoorbeeld veel zonnepanelen wijden en turbines te plaatsen. Dan moet je dat ook niet doen. Maar dan heb je dus regie nodig vanuit de centrale overheid. Nou, die hebben we de afgelopen 10 jaar ook gemist op het terrein van zorg, maar met name ook bij de woningbouw. En nu zal het in feite weer hetzelfde. Bij een nieuw deelbeleid, klimaatdoeleinden bereiken, wordt ook weer de weg gekozen aan decentralisatie. Gemeenten, zoek het maar uit. Dat is tekort aan centrale regie. En die zou als eerste instantie, omdat we er 30 jaar mee bezig zullen zijn, nu ook moeten worden vormgegeven. En dan vervolgens kun je uitkomen. En wat kan er dan wel? Want het is niet zo dat Amsterdam, als je geen turbines gaat plaatsen, dat je misschien niet aan je doeleinden terechtkomt, maar op een andere manier. Wij hebben heel veel daken en daar kunnen heel veel zonnepanelen op worden gezet. Dat vergt andere maatregelen om dat te kunnen doen. Dat is mijn opvatting. Hou die randgebieden bij alle grote steden, en dus ook in Amsterdam, volstrekt overeind. De argumenten bij Eiburg, die gelden voor de hele randgebieden van Amsterdam. De uitzondering zit bij uitstek, zeg ik, in het havengebied. Daar kun je veel meer maatregelen treffen die de leefbaarheid van woongebieden niet raken. Maar waarom kiest men dan niet direct voor het havengebied, Frit? Wat zeg je? Waarom kiest men dan niet als stad voor het havengebied? Ja, het havengebied biedt natuurlijk voor een aantal gebieden, zeker woongebieden. Zeker als je een termijn van, zoals nu geldt, van 25, 30 jaar voor ogen neemt, dan kan er een hoop. En dat zou men dus veel sterker moeten inzetten, denk ik. Nu weet je, je bent geen politicus, maar je bent wel topambtenaar geweest. Of nog steeds. Ja. Kijk, je moet, als je dit soort acties succesvol wil laten zijn, moet je organiseren. Dat is buitenkijf. De vraag is, welke groepen kunnen wij uit Amsterdam Zuidoost gaan organiseren? Ik heb je vandaag aan de telefoon gezegd, ik zoek draagvlak om te organiseren dat in ieder geval andere plekken, bijvoorbeeld die voorbeeld die je gaf aan de haven, het havengebied, om Amsterdam Zuidoost in ieder geval over te slaan. Ik heb je ook verteld dat los van het verhaal van het akkoord van Parijs en inderdaad dat iedere stad zo zijn verantwoordelijkheid heeft om tot een groene energie te komen, want dan gaat het zogenaamd over. Dus dat respecteer ik en dat weet ik. Maar ik voeg daarbij toe dat de overheid niet het zwakste puntje van Amsterdam moet gaan uitkiezen voor een woongebied om hier die turbines neer te zetten. Dus ik zoek naar draagvlak.
Daarom belde ik je op. En ik heb je ook gezegd dat wij samen gaan kijken hoe wij samen met die club, want er is een groepje mensen die zich nu heel sterk aan het maken is om het, de voordracht die in mei al in het college wordt goedgekeurd en mogelijk naar de raad wordt toegeleid, dat we dat kunnen voorkomen. Want als we dat missen, dan heb je het besluit al genomen. Want de gemeente Amsterdam, die stelt zich op het standpunt, want er loopt een onderzoek via het RIVM, en zij wachten dus het onderzoek af. Inmiddels, natuurlijk, ik heb ook gezegd over De Laat, dat is die hoogleraar, die leidt van hoogleraar, die ook een onderzoek aan het afronden is. Maar dan is het besluit al genomen door het college. Dus ik heb vandaag met je gesproken van welke groepen kunnen wij verenigen, al was het per brief naar het college, waar andere alternatieven worden voorgesteld. En in ieder geval wordt gevraagd om Amsterdam Zuidoost in deze niet toegankelijk te laten zijn van windturbines. Ja, ik zou toch benadrukken die argumenten die ik net noemde van het verbredend argument, maar dat er een principiële fout zit in de aanpak van het realiseren van de klimaatdoelen. Je moet er op een gegeven moment vanuit ruimtelijke ordening en leefbaarheidsperspectief dus met name voor kiezen welke gebieden zijn er nou echt niet geschikt om deze windturbines te plaatsen. En dan denk ik principieel aan, eigenlijk zijn de ronden van alle grote steden daar niet zo geschikt voor, of gewoon niet geschikt voor. En dat zou eigenlijk al in die wet, in de aanpak ervan, zoals het nu is gedecentraliseerd naar de energieregio's toe, moeten worden geplaatst. En vanuit, dus er zijn er nog wel een paar punten te noemen, maar vanuit die uitgangspunten moet je vervolgens de invulling geven welke maatregelen waar kunnen plaatsvinden. En als je dat eerste punt dat ik noemde, van hou die randen van de steden open, vanuit die twee motieven die ik geef, leefbaarheid en open gebied, en de kwaliteit voor de recreatie, dan kom je natuurlijk ook uit dat het gebied van Zuidoost al deze eigenschappen heeft die je zou moeten willen bewaren. Dus ik zou het breed trekken met als voorbeeld Zuidoost als werkwijze willen aanbevelen om te bewerkstelligen dat er een andere aanpak komt. Ik weet dat vanavond ook in de nieuwsuitzending dat er zijn zoveel gemeentes in Nederland die moeite hebben om specifiek te treffen maatregelen, zoals een aantal van windturbines, op hun plekken gewoon niet kunnen realiseren. Of althans, dat zou je niet moeten willen. Maar dan moet je het ook, met landelijk beleid een invulling geven, zodat je ook in staat bent op landelijk niveau een invulling te geven aan de alternatieven. Die dan toch bij de staatssecretaris, die ontkent het gevaar. Mooi, Frit. Maar ik zou zo'n aanpak willen propageren. Nou, wat ik ga doen. De meest kansrijke. Als je het alleen maar op Zuidoost houdt, dan lijkt me dat toch even te beperkt. Nee, dat is helemaal niet beperkt. En weet je waarom het niet beperkt is? In Zuidoost heb je een gevoeligheid al qua gezondheidszorg van mensen die onderliggende kwalen hebben, hartproblemen. Kinderen op school die lijden aan concentratiestoornissen. Ik ga niets landelijks doen. Ik ga in de eerste plaats opkomen voor Zuidoost. En wat ik aan je vraag, ik ga die brief opstellen en ik zal jou, als het goed is, in deze dagen bellen. Hoe ik met jullie samen als platform van mensen met invloed, vooral in de eerste plaats Amsterdam Zuidoost moeten besparen, dat die turbines hier niet komen. Ik ga niet landelijk. Landelijk duurt veel te lang. Het besluit van het college wordt in mei genomen. We zijn gewoon veel te laat met deze actie. Geef ik toe. Dus het enige wat ik vraag, of het nou Duco-stadig is of weet ik veel wie, ik zal iedereen benaderen om een strenge brief te ondertekenen, waardoor het college zich gaat herbezinnen of die turbines per se dan
in Zuidoost moeten. En als ze dan ergens moeten, laten ze lekker weer naar Eiburg gaan. Dat wil ik gewoon zeggen. Maar ik zou er dan ook op aandringen op dat bredere kader wat ik heb aangegeven, toch uitdrukkelijk ook een plaats te geven. Als je het alleen maar beperkt tot Zuidoost, dan had je ook een kans liggen om het breder, een bredere wijziging in de aanpak mogelijk te maken. Oké, dan doen we dat met plezier. Dat zal ik ook aanhalen. Dan ga ik van een collectieve verhaal en naar een gespecificeerd eind, waarbij ik weet dat Zuidoost absoluut niet het profiel heeft wat tot gevolg heeft dat wij hier de mensen alleen nog dieker gaan maken en nog meer problemen met leren gaan krijgen en noem maar op. Dus ik reken op jou, Frits. Ik ga die brief opstellen en ik hoop dat jullie ons ondersteunen. Ja, hartstikke bedankt. Ik vraag tegemoet en ik denk dat zeg maar de boodschap wel helder is om te doen. Dank je wel, Frits. Maak de aanpak echt zo. We hebben voor je ter vuren gestaan. Hè, dus, maar ik reken op jullie. Ja, ik zie het graag tegemoet. Oké, dank je wel, Frits. Goed zo. Succes ook. Bye-bye. Dank je wel. Dank je wel, Ivan. Luisteraars, u luistert naar Radio Tamara. Het management is in handen van de heer Ivan Botsen, dus Ivan voor mij. En ik ben blij dat wij via Tamara urgenties als inwoners, aandeelhouders van dit land Nederland, dat wij een mogelijkheid krijgen om die urgenties aan de orde te stellen. En ik hoop dat u de informatie, zoals onder andere ik, maar ook andere programmamakers of mensen die hun aandeel hebben in het programma van Ivan, of van Radio Tamara, het station, dat u dat waardeert op inhoud. En dat wij met z'n allen proberen om rond Radio Tamara te gaan staan. En daadwerkelijk ook dit station te ondersteunen. Dat om hele serieuze kwesties. Het gaat om gezondheidszorg. Het gaat om problemen die kinderen later hebben. Er zijn allemaal volwassen mensen. Maar die kinderen die moeten nog. Al die kinderen die op scholen zitten. Maar ook de baby'tjes nog in de opvang. Dat wij kunnen proberen te voorkomen. Want wat we doen is proberen te voorkomen. Dat ze vanwege het plaatsen van turbines, die windmolens, dat zij gezondheidsrisico's, leerrisico's, maar ook levensbedreigende risico's hebben als men die turbines nog gaat plaatsen en vooral niet in Zuidoost moet plaatsen. Als Eiburg met succes het heeft kunnen bevechten, dan moeten wij dat ook kunnen. Ik roep dus iedereen op. En het gaat nu om iedereen die een hart heeft voor de kinderen van morgen, de kinderen van Tamara, dat je zich gaat verzetten. Ook de radiostation roep ik op om te kijken. Ik zal zo gelijk de informatie geven hoe ze tegengas kunnen bieden in de plannen van GroenLinks en het college in Amsterdam-Zuidoost. Om te beginnen op zaterdag 1 mei, dus overmorgen, vanaf donderdag, vrijdag, zaterdag, overmorgen dus, is er een actie dat heet Loop mee tegen wind. U begrijpt wat de titel is van deze loop. Loop mee tegen wind. En dat gaat om zaterdag 1. Ik ga niet gissen, omdat het me niet helemaal 100% nog voor de geest is om hoe laat. Maar u kunt alles vinden, alle informatie, bij windalarm.org. 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 Als u op internet gaat, dan vindt u de informatie. En dan kunt u zich
aanmelden, want er zijn twee lopen tegen die turbines. En u kunt ook een petitie tekenen. En dus nogmaals, windalarm.org. U kunt zich aanmelden voor om mee te lopen tegen die windmolens. En u kunt een petitie tekenen. U kunt uw stem laten horen. En met name als het gaat om de bewoners van de Bijlmermeer, van Driemond, van Weest, van Nellestein, van Schijn, van Holendrecht, Rijgersbos en Abcoude. Neemt u alsjeblieft die informatie tot u. Dit is geen grap. Als u niet mee kan of wil lopen, teken de petitie. Op 1 mei is die loop mee tegen wind. Op 8 mei vindt er een landelijk protest plaats. Die informatie kunt u ook krijgen. Moet u maar even verder googelen. Want nergens, niemand wil die turbines in zijn buurt hebben. Dat is ook niet. Of je nou in Arnhem woont, of u woont in Groningen, of in Limburg. Niemand wil die problemen, die windmolens, die turbines, zoals het wordt genoemd, dichtbij hebben in een woonwijk. Dus ik doe echt een beroep op u. Echt een beroep op u om in verzet te komen. U weet ook dat er commissievergaderingen zijn in Amsterdam. Ik wil u niks opdringen. Maar ik weet wel dat u een burgerplicht heeft, namelijk om u actief te informeren. U zelf de informatie zoekt. Want dat staat echt bij wet. De gemeente en de functionarissen hebben niet de opdracht om op iedere Bijlmerflat of laagbouw op de deurbel te drukken en zeggen: ik kan u een verhaal vertellen rond het voornemen van de gemeente Amsterdam om windturbines te plaatsen hier. Niemand komt dat aan uw deur brengen. U heeft een informatieplicht. Dus wanneer die mensen zeggen: ja, maar ik wist het niet, en ik wist dat niet, en ik wist dat ook weer niet, die mensen informeren ons niet, en die mensen communiceren niet met ons. Gedeeltelijk kan dat waar zijn. En ik volg u daarin ook en ik bevestig u daarin ook. Ook de gemeente en de instellingen en de instituten horen u te informeren. Daarnaast en parallel daaraan heeft u zelf de plicht als burger om u te informeren. Dus ik hoop dat u gaat zoeken naar windalarm.org en dat u al uw moeite gaat stoppen om in protest te gaan tegen het vestigen van die windturbines. Nergens, want ik leef met die mensen mee, zo moet het echt niet overkomen dat het mij koud laat. Integendeel, ik leef met alle mensen mee, ook met de mensen in Eiburg leef ik mee. Maar het hemd is nader dan de rok. Dus ik kies ook in de allereerste plaats om dit stadsdeel te verdedigen. En als het niet kan, als het niet lukt, oké. Maar ik wil er wel zeker van zijn dat wanneer ik 's nachts ga slapen, dat ik rustig voor mezelf kan evalueren en concluderen: ik heb alles gedaan om het te voorkomen. Ik heb er alles aan gedaan. En ik vind ook dat het uw plicht is als burger in het algemeen over dit hele land, maar met het oog op het feit dat iedereen voor zijn eigen belangen het eerste opkomt, dat u probeert samen met anderen het college van Amsterdam tot orde te roepen. En met name GroenLinks. We gaan nog naar een plaatje luisteren. Het is
10:15 bijna. Iwan? Ja. Ja, dames en heren, daar ben ik weer, Hanna Beljot. Het programma heet Aandeelhouderschap. En het wordt uitgezonden via Radio Tamara van Iwan Botse. En mijn complimenten voor Radio Tamara en voor Iwan. Ik moet ook zeggen dat ik heel prettig met hem samenwerk. Voor hetzelfde geld was het niet gelukt. De samenwerking, maar het gaat hartstikke goed. We kunnen goed op elkaar afstemmen. Dat gezegd hebbende ben ik zo aan het eind van mijn bijdrage aan dit programma. Ik hoop echt van harte dat u zich gaat verdiepen in het probleem wat nu speelt rond de windturbines, de windmolen en wat wij voor risico's lopen hier in Amsterdam-Zuidoost als inderdaad die molens hier worden geplaatst. Ik zal alles wat in mijn mogelijkheid bestaat of is, hoe zeg je dat mooi, binnen mijn mogelijkheden, zo zeg je dat. Ik zal alles doen binnen mijn mogelijkheden om draagvlak te organiseren, om dit besluit van tafel te krijgen, niet alleen. Maar we hebben elkaar nodig. U moet ook wat doen, want ik kan het echt niet alleen. Zoveel macht heb ik echt niet meer. En, althans, ik zou alleen het nooit kunnen. Ook in het college zal ik het niet voor elkaar krijgen. Alleen als je ondersteund wordt en samen een kring vormt, de gelederen sluit, heeft zo'n kwestie enigszins de kans om te slagen. Zo'n operatie, zo'n interventie. En je moet bijna een beweging op gang brengen. Dus ik roep ook al die mensen die daar zitten in de raad om hun best te doen, zeker de mensen die Amsterdam Zuidoost representeren. In GroenLinks zitten er ook mensen met een Afro-achtergrond of met een Marokkaanse of weet ik veel wat soort achtergrond. En ik besluit met wat niet in Eiburg kan, kan ook niet in Zuidoosten. Windmolen, weg uit het stadsdeel. Moet niet eens komen, de gedachte moet van tafel. Ik wens u een fijne avond verder. En ik hoop dat wij elkaar volgende week donderdag weer treffen via Radio Tamara. Mijn grote dank gaat uit naar Iwan Botse. En ik hoop dat u goed slaapt. Tot de volgende week en bedankt voor het luisteren. Bye bye. Anna, bedankt. Ja. Yeah.